De FHR, Instituut voor Higher Education, wil vanaf dit collegejaar het aantal afgestudeerden van het hoger onderwijs vergroten. FHR-rector Hans Limapo zei gisteren tijdens het openingscollege voor het studiejaar 2021-2022 dat deze stijging minimaal 20% per jaar moet bedragen. Hij zegt verder dat dit in 4 jaren zal zorgen voor een verdubbeling van het aantal afgestudeerden. De gezondheidscrisis en de economische malaise hebben in de afgelopen periode ervoor gezorgd dat het onderwijs in Suriname flink achteruit is gegaan. Ik geloof dat met het stellen van duidelijke meetbare doelen het onderwijs weer op spoor kan worden gebracht. Het verhogen van het aantal afgestudeerden in het hoger onderwijs is één van deze doelen. Het is noodzakelijk om hoger opgeleide burgers te hebben, omdat ze door een kritische houding niet alleen hun plaats in de samenleving kennen, maar ook zelf kunnen bepalen. Behalve door het stimuleren en faciliteren van het aanbod aan studenten, zal FHR vanaf dit collegejaar kritisch denken nadrukkelijk als een centrale doelstelling van het onderwijsproces introduceren en daarmee verdere opwaardering van het hoger onderwijs bewerkstelligen. Kritisch denken wordt algemeen beschouwd als kern en eerste doel. Eerste leerdoel van hoger onderwijs. Hans Limapo. Onderwijsminister Marie Leevens wees erop dat een samenleving wordt gebouwd door kritische mensen en niet door kapitaal of grondstoffen. Het beleid van het ministerie is veelal gericht op het lager onderwijs, omdat de doorstroming naar het hoger onderwijs moeilijk blijkt te verlopen. Het aantal studenten dat op het hoger onderwijs komt, is in Suriname veel te laag, zegt de minister. Ze bemerkt op dat het percentage drop-outs veel te hoog is. Er is iets fout met dat systeem. Dus ik ga jullie hulp nodig hebben om mij kritisch te blijven volgen en mij adviezen te geven. Want daarvoor zijn jullie een hoger onderwijsinstituut. Een hoger onderwijsinstituut heeft de potentie om die samenleving te analyseren en om kritisch te kijken naar wat goed gaat en wat fout gaat. En ik ben wel een van de mensen die heel graag positieve kritiek accepteert. Iets waarmee ik iets kan doen. Iets waarmee ik de volgende stap kan zetten. Het vierde openingscollege van FHR is gehouden in de Grote Stadskerk. Bij deze gelegenheid heeft FHR de beste studenten van 2020, 2021 en de docenten die de beste prestaties hebben geleverd een award overhandigd. Het openingscollege is gehouden door Sunita Nanan Pandey Gopisingh en zij is medisch directeur van het Slans Hospitaal.